هذا ابراهيم واي واي يا اخت مانو واي واي بوسي في بيتاج واي واي عكتي في تاج واي واي نخي تي في تاج واي واي خين تاج فور واي واي الوي خندور واي واي برايم برايم Jawel, jawel, zijn we weer. Jawel, jawel mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Dit is... Zo, Pilau. Nou, schiet je even op, man. En ik ben... Prime. Ja, dat ben ik. Mm. Hey, en wij zijn twee broeren. Wij zijn twee broeren. Mm. Mensen, voordat jullie gaan verder kijken, vergeet alvast niet te abonneren. Klik er eventjes op, ook even op het belletje. Zodat jullie iedere vrijdag van ons weer toffe, gezellige, leuke, educatieve, gezellige, heb ik al gezegd, video's van ons ontvangen. Hey Bilal, ja. Vandaag hebben wij een hele mooie dag, hè? Ja. Ja, dat is een hele mooie dag. Want Bilal, die gaat met... Brian. Ja, die gaat met Brian mee. Maar wat gaan wij doen, Bilal? Wat gaan wij vandaag doen, dames en heren? Wat gaan we doen? Een nieuw kast. Kijk, nieuwe kast. We gaan zorgen, dames en heren, dat er geen boeven bij ons thuis komen. Kunnen boeven bij ons thuis komen, Bilal? Ja. Ik zou ook zo reageren. Er zijn dus kennelijk in de wereld, of op de wereld, zijn er mensen die dingen steken. Nee, hè? Dat is niet goed, hè, Bilal? Je ziet aan Bilal's reactie dat dat niet goed is. Maar toch zijn ze er, Bilal. En dus onze huis moet veilig. Veilig. Die moet veilig zijn. Nou, nu weet ik dat jij een echte man bent. Maar toch hebben wij... We hebben camera. We hebben camera's nodig. En een alarm. Hoe bedoel je? Het is letterlijk, ik leg het nu voor het eerst uit. Het is besef. Dus hij hoort inbrekers negatief en zo moet hij niks van hebben. Kijk, Bilal. Wat wij gaan doen... is wij gaan camera's plaatsen bij ons thuis. Voor de deur. En achter in de tuin. En we gaan ook een alarm gaan we zetten. Alarmsysteem. Zeg eens alarmsysteem. Wat? Vind je dat niet leuk? Nee. Hallo. Hey dames en heren, jongens en meisjes. Wij gaan vandaag... camera's laten plaatsen. We gaan een alarmsysteem in ons huis zetten. Zoals jullie vorige week hebben kunnen zien, is onze huis, of we hebben een nieuw huisje, daar wonen we. En ik wil daar toch veilig kunnen wonen. Je hoort heel vaak dat er bij mensen wordt ingebroken in de zin, of tenminste bij influencers. Ik zat te twijfelen of ik het wel wilde, maar uiteindelijk ben ik er gewoon van overtuigd dat we gewoon op een veilige manier moeten kunnen wonen. En ik zie gewoon steeds meer mensen dit doen. Dus... ja, ik heb er toch voor gekozen om dat te gaan doen, zodat ik zeker weet dat iedereen veilig thuis is. Als ik op vakantie ga, wil ik gewoon met goed gevoel zitten. Kortom, daar hoor je zo meteen en zie je alles over. Wat in ieder geval belangrijk is, wat moeten de mensen doen, Bilal? Wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren, lijkt net een auto die moeilijk start. Wij zijn echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... liefde. En wij zeggen altijd... zijn we tijd. Positiviteit. Aarde. Aarde Vexie. Aarde Vedetje. Prime Vlogs. Oh ja. Oké. Nou. Goed. Welkom. Ja, bedankt. Hey, jouw reus. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Kijk eens, dames en heren, daar zitten ze dan. De drie heren. De drie musketeers. Ja. Brahim, we gaan bij jou vandaag een alarminstallatie plaatsen. Ja. Een camerasysteem. Dus we gaan straks even het huis doorlopen en wat we waar gaan plaatsen. En gaat goed komen. Oké. Okay. Ik ben straks op en top beveiligd. Maar sinds Bilal het woordje inbreker heeft gehoord... Hé, Bilal. Hè? Is die helemaal...
Hij was helemaal vrolijk en zo. Ik zeg, word je inbreker. Hij is natuurlijk geen negativiteit gewend. Oké. Okay. Oh jee. Nou, er komt geen inbreker meer binnen straks, hè. Alarmsysteem maken. En een camerasysteem. Ja? Er kan een inbreker niet meer binnen, hè. Want dan gaat de sirene af, hè. En hoe doet de sirene? Weet je dat? Wieuw, 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 wieuw. Hoop herrie. Zullen we even kijken waar alles gaat komen? Ja? We hebben al met je broer afgesproken, hè. Kijk, we hebben hier alles staan. We hebben een centrale voor het alarmsysteem en een code bedienpaneel. Twee magneetcontacten, die komen op de voor- en de achterdeur. Reddingsmelders, één in de hal en één in de woonkamer. We krijgen nog een brandmelder, die doen we meestal bij de overloop. Hè, zodat, dus er komt ook gewoon een brandmelder bij? Ja, ja. 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 Het is niet te vergelijken met een rookmelder, want die reageert alleen op rook. Ja. Daarom noemen wij hem ook een brandmelder. Deze reageert op snel hitteverschil of rook. Dus dat kan op allebei reageren. Hoor je dat, Milan? Hey, hoor je dat? Hallo. Hey, kijk eens, luister eens. Als er bijvoorbeeld brand is, wat we natuurlijk niet hopen. Maar als er brand is, dan gaat er al... Zeg maar. Nee? Hey, als er brand is, dan gaat er alarm. Maar wij willen geen brand, toch? Nee, hè? Dat is geen goed idee. Maar ja, zij gaan ons helpen. Als er brand komt en je ligt te slapen... Dat je wakker wordt gemaakt en snel weg kan komen. Dat is belangrijk. Oké, maar dat wist ik niet eens dat die brandalarm zou komen. Nee, dat is nog extra. Ja, die is gekoppeld aan de meldkamer. En als het uiteindelijk nodig is dat je extra wil, dan kan dat uiteraard later allemaal nog toegevoegd worden. Dat is het probleem niet. Maar in het begin dacht ik van, oké, het is allemaal heel erg luxe en zo. Maar wat mij opvalt is dat gewoon steeds meer mensen een camera gebruiken. Ja, het is heel toegankelijk geworden. De meeste mensen hebben sneller een beeld bij een beetje goede beveiliging. Dat duizenden euro's moet gaan kosten. Je kan het zo duur maken als je zelf wil. Maar wij hebben zoiets van, wij willen iedereen de veiligheid bieden. Want iedereen wil dat natuurlijk uiteindelijk hebben gewoon. Ja. Maar als je nu aan de deur zou staan van joh, ik heb een alarmsysteem, 5000 euro wil je het hebben, dan gooit iedereen de deur in. Ja. Als ik zeg, wil je het gratis hebben, wil iedereen het hebben. Ja. Maar iedereen, wij hebben bedacht om het ook op een maandelijkse manier aan te bieden, waarbij het zeg maar voor iedereen mogelijk is om het ook te betalen. Ja. Tegenwoordig is alles bijna maandelijks. Iedereen leest een auto, Netflix, Videoland, je telefoontje, alles wordt maandelijks betaald. Ja. Dat kunnen de mensen wel betalen, maar nu... In één keer een paar duizend euro neerleggen voor een alarm- of camerasysteem, dat doen mensen liever niet. Kopen liever iets waarmee ze buiten op straat kunnen promoten. Kijk mij in de dikke auto rijden. Nou, wat vind je nou van mijn trui? Vind je een mooie trui? Ik heb een verrassing voor jou, hè? Wat? Voor mij? Nee, voor Bilal. Nee. Ik wil een verrassing. Ik wil een verrassing. Hè? Ja? Zal ik die even pakken? Ja? Oké. Okay. Ja, alleen Bilal. Zeker weten. Hé, hey, kijk eens. Ja, hoi. Dat gaat hem echt niet worden, hoor. Is dat voor Bilal? Ja? Ga je aantrekken? Nee, dat niet. Wat doen we dan mee? Gaan we weggooien. Kijk eens. Kijken? Wacht eens, ga je staan? Voor jou. Ik ga even kijken. Oh, wacht even, Bilal. Ga je... Oh. Nee, Bilal. Bilal, wacht even. Kom maar. 3, 2, 1. Wow. Zo, wat staat hier? Ajax. Wat? Wat zeg je? Ajax, je bent helemaal gek, jij jongetje Ajax. 3, 2, 1. Nee. Wat een baas. Spices of Marrakesh, the master in spices. Het juiste adres voor al heerlijke unieke smaken en kruidenmixen. Onze kruiden worden door onszelf geproduceerd in onze eigen fabriek. Bestel nu eenvoudig via onze webshop, spicesofmarrakesh.nl. Of bezoek een van onze vestigingen. Voor groothandelsaanvragen kunt u contact opnemen. Hey, we gaan eerst even wat gaan maken voor ze. Ga je ze hier helpen? Of ga je helpen met koffie maken? Bilal? Heb je deze, Bilal? De kuiten was wel vol. Oh jee. Putten voor de vloer, hè? Zo! Kijk je uit voor je hoofd zo? Ja. Zo gaat hij goed. Nee! Nou, Bilal, kom, gaan we even koffie maken. Ze zijn de kolen. Nee, ja, dat toch niet. Dat is geen koffiefilter.
Wat is dat? Huh? Even denken. Dit? Nee, niet daar, niet daar, niet daar. Hallo. Oh, ja, dat was die had ik zelf niet bedacht. Heb je nog iets bij je? Nee, dat is goed. Oké. Ja, genoeg, genoeg. Stop, stop. Goed zo. Nee, snap ik. Maar hoe kom je hier? Wat zit je hier? Goed zo. Waar gaat ie? Nee, doe maar. Deur ben ik al. Oké, zet die camera op. Ja, goed. Wat doe je nou? Doe nog een keer. Dat is een buitenste. En wat is, waarom lijkt het jullie leuk om met ons samen te werken? Ja, dat is een goede vraag. Wij dachten dat het heel erg leuk zou zijn als we ook in zijn, op een andere manier een bepaalde woonsituatie kunnen laten zien. En dat op beeld. En aangezien jullie een groot bereik hebben, hopen wij ook te kunnen laten zien dat het in de meest normale situatie eigenlijk zoals iedereen herkent, zeg maar, ja. Kunnen laten zien hoe wij te werk gaan. Op die manier denk ik ook dat als mensen het herkennen zo meteen in de video. Bilal. Dit herkennen de mensen niet. Ja, ik denk als mensen het herkennen, ja. Dan zullen ze denken van het hoeft niet altijd hak en breekwerk te zijn. Mijn huis is geen rommel, het wordt allemaal netjes achtergelaten. Dadelijk de werking van het alarmsysteem te laten zien, dat het op zich ook gewoon een strak sexy wil ik eigenlijk zeggen, een mooi systeem is wat er in je huis komt te hangen. Mooi man. Ja. Ik denk dat het heel erg leuk is om te laten zien aan de mensen hoe het er echt aan toe gaat. Ja, dat het alleen maar bestemd is voor winkels of bedrijven, maar ook gewoon woonhuizen. Ja. Want daar wordt het vaakst ingebroken uiteindelijk. Nee, klopt. Nee. Jongen, jongen, deze gozer moet gewoon gaan werken. Hoi. Hier. Hey, kom hier. Kom hier. Hoi. Ja, hoi. Aan het werk, vriend. Deze gozer. Kom hier. PlayStation. Ja? PlayStation. Dat kan niet, hè? Ja. Hallo. Waar hebben jullie Bilal gezien? Nee. Ik vraag, heb jij Bilal gezien? Volgens mij zit hij in mijn kamer. Waar? Mijn kamer. Heb jij Bilal gezien? Nee. Heb jij Bilal gezien? Nee. Waar heb jij Bilal gezien? Waar is die? Ik hoor hem, ik hoor hem. Bilal! Wat is die gozer aan je? Hey! Hoe kom je? Bilal! Zeg nou, waarom? Waarom wil je die trui niet? Het is een prachtige trui! Nou, oké. Okay. Nou, wat jij wil, jongen. Als jij hem niet wil dragen, ja. Niet doen, wow, 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 wow. Bilal, jongen. Doe ze niet, doe ze niet. Nee, gaat kapot, hij gaat kapot. Gaat kapot, je gek. Nee, nee. Bilal. Genoeg, genoeg, genoeg. Hou, dames en heren. Kijk eens. We hebben beeld. We komen er, we komen er. Bizar, hè? Het is bizar. Deze heb ik al een beetje op gevoel afgesteld. Moet dadelijk even kijken of je dit wel of niet wil en zo. En die andere, ja, nou, je ziet het. Die hangt nog los. Ah, hier ben ik blij mee, hoor, jongens. Chill, jongen.
Moet je even kijken of het allemaal werkt, Bilal? Kijk even, ja? Wat heb je daar? Heb je een mooi cadeautje? Is dat voor mij? Ja. Waarom? Zo dan. Waarom? Dat is lief van jou. Ik wil je eigenlijk een knuffel geven. Ja. Dankjewel, Bilal. Heel lief van jou. En de trui? Ja. Dankjewel, wat trouw. Ja, geen probleem. Bob. Niet meer uittrekken, hè? Ja, ooit gewassen worden, toch? Mee slapen, mee douchen. Mee werken. Je bent niet goed. Dankjewel, lieve jongen. Goed geholpen. Dan wat liefde.